Aan het eind van de middeleeuwen hebben de Karelromans een interessante gedaantewisseling ondergaan. Zoals bekend zijn de verhalen over Karel de Grote en zijn ridders al kort na de historische gebeurtenissen in de 8e en 9e eeuw ontstaan. Het waren vrij lange teksten op rijm die in een mondelinge traditie door vertellers voor een luisterend publiek werden voorgedragen. In de 15e eeuw is Karel de Grote nog steeds populair, maar dan zijn de omstandigheden sterk veranderd. Waar vroeger de meeste teksten op een rijm werden geschreven, werd nu ook de prozavorm populair om verhalen te vertellen. De boekdrukkunst maakte het mogelijk in korte tijd grote oplagen van een tekst te vervaardigen. En naast het luisteren naar een voorgelezen tekst, werd het langzaam maar zeker gebruikelijk om zelf te lezen. We zien in de overgeleverde gedrukte teksten hoe de bewerkers met kleine ingrepen hun publiek tegemoetkomen. De informatie die de verteller met gebaren, blikken en veranderingen in zijn stem gaf, kon in het proza met behulp van extra woorden worden uitgelegd. Dat neemt niet weg dat ook proza-teksten soms hardop werden voorgelezen. Een goed voorbeeld van hoe een rijmtekst naar proza wordt omgezet, is het verhaal van de vier heemskinderen, de proza-versie van de Karelroman Renoud van Montalbaan. Het handelt over de langlopende veten tussen Karel de Grote enerzijds en anderzijds zijn leenman en schoonbroer Aymien, die wordt bijgestaan door zijn vier zonen Ritsaard, Adelaard, Fritsaard en Reinoud. Deze Aymienskinderen, of heemskinderen, rijden met z'n vieren op een enorm toverpaard Bijaard. Aye, echtgenote van Aymien en zuster van Karel, speelt in deze jarenlange strijd van mannen een belangrijke rol op de achtergrond. Steeds weer probeert ze te bemiddelen en uiteindelijk wordt door haar toedoen de vete bijgelegd. Maar Karel stelt daarbij de voorwaarde dat het onoverwinnelijke ros Bijaard aan hem wordt uitgeleverd. In een aangrijpende scène wordt het trouwe paard met molenstenen aan zijn hals en voeten in de rivier de Oise verdronken, terwijl de heemskinderen machteloos toekijken. Renoud doet boete voor zijn zonde en wijdt zijn verdere leven aan God. Op veel plaatsen in het proza van de vier heemskinderen schemeren nog resten van rijm door. Daaruit blijkt de nauwe relatie tussen het proza en de Middelnederlandse berijmde tekst die eraan ten grondslag ligt. In de beschrijving van een hofdag van Aymien staat in de rijmtekst: Aymien zat tien tieden in een bliaut, dat is een gewaad, van groenere zieden. Het proza luidt op dezelfde plaats: tot deze tieden zat Aymien onder al zijn edelere baroenen in schoon en de kostelijk bliaut van groener zieden. In het overzetten naar proza heeft de bewerker rekening gehouden met een lezend publiek. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de tekst heel duidelijk is ingedeeld in hoofdstukken met uitvoerige titels die uitleggen wat er komen gaat. De meeste hoofdstukken zijn gemarkeerd met een houtsnede. En dergelijke handreikingen aan de lezer zijn grotendeels afwezig in de handschriften met rijmteksten. De historie van de vier heemskinderen is tot diep in de 19e eeuw meer dan 30 keer herdrukt. In het begin waren deze boeken duur en alleen toegankelijk voor bemiddelde lezers uit de gegoede burgerij, zowel volwassenen als kinderen. Maar al gauw verschuift het lezerspubliek naar de lagere standen. Het boekje wordt in goedkope uitvoering toegankelijk voor hen. De vier heemskinderen zijn nog steeds populair. Dat blijkt ook uit tal van andere vormen waarin zij door de eeuwen heen voortleven. Al vroeg werd het verhaal van het ros Bijaard met de vier heemskinderen uitgebeeld tijdens ommegangen en processies in vele steden in de Nederlanden. Ook nu nog doet Bijaard bijvoorbeeld eens in de 10 jaar zijn ronde in Dendermonde. Een huizenhoog paard met vier broertjes in harnas erbovenop vormt het hoogtepunt van de ros Bijaard ommegang. Overal in de Nederlanden zijn huizen naar de heemskinderen genoemd. En vaak hebben die een steen met de geliefde afbeelding in de gevel. Gevelstenen, uithangborden, een lantaarnsconsole in Utrecht, maar ook koekplanken, standbeelden, sneeuwpoppen en zelfs koelkastmagneten herinneren aan het oude verhaal. Daarmee hebben de vier heemskinderen een ereplaats verworven in het literaire erfgoed van de Nederlanden.